Kanker is de tweede grootste doodsoorzaak in Suriname. Dit zei Cleopatra Jesrun, directeur van Volksgezondheid, vandaag bij de lancering van het National Cancer Control Plan 2019-2028. Het plan dat vandaag is gelanceerd op Wereldkankerdag moet volgens Jesrun ervoor zorgen dat het aantal kankergevallen gereduceerd wordt. Verder moet het resulteren in verbetering van de zorg voor de patiënten. Het National Cancer Plan heeft preventie, vroegtijdige ontdekking en verbetering van de zorg tot doel. That is why awareness of prevention measures, especially HPV vaccination, early detection and treatment is important. Early detection is one of the most important to tackle this disease, to bring the burden of disease down. Education programs will be implemented on prevention, screening, early diagnosis of cancer to increase knowledge, raise awareness, and change attitude among the public. In this, physicians are the cornerstone of the Surinamese society, and that's why the emphasis on their gatekeeping role is highly important. The regional health services who provide healthcare in the rural coastal areas, the medical mission in the interior, and either regional health services or private clinics in the more densely populated urban region, Paramaribo, Wanica and Ikeri, are very important in this part. Jesrun benadrukt dat kanker niet altijd tot de dood hoeft te leiden. Deze ziekte kan men voorkomen. Ook bestaat de mogelijkheid om van kanker te genezen. De bewustwording hiervan moet echter op gang worden gebracht, zegt de directeur van Volksgezondheid. Around 40% of cancer cases can be prevented by modifying known risk factors such as tobacco use, unhealthy diets, harmful alcohol consumption, physical inactivity and preventing infectious agents. More than 30% of cancer cases can be cured if detected at an early stage. Patients with a large stage disease can benefit from improved palliative care. Palliative and supportive care is an essential part of the comprehensive cancer care. Dat was Cleopatra Jesrun, directeur van Volksgezondheid. Ze sprak vandaag bij de lancering van het National Cancer Control Plan in Hotel Turarica. Op 4 februari wordt wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.